Hallo mensen, welkom in een nieuwe video van Alles in één kanaal. Ik ben Emiel en ik ben net terug van Graspop. Ik wou alleen even deze video zeggen dat ik heb een Iron Maiden shirt aangehaald omdat ik dat nog gekregen had van mijn ouders. Morgen doe ik mijn Behemoth shirt aan en morgen ga ik een video maken over hoe het geweest is. Nu ben ik kapot, nu ga ik mijn video's opslaan en ik ga weg. Ik ga slapen. Dus ik zie jullie dan. Yo mensen, ik wil dus laten weten dat ik op de Hollandsvallei ben nu. En ik ben dus op Graspop geweest, zoals ik al gezien. De eerste dag was echt fucking geniaal. Ja, het was gewoon awesome. Ik was bij een band genaamd Atrio. Ja, daar stond ik vooraan. Dat was chill, maar ik was met een kanon. En die is van 20 crowdsurfers over me. En die lead zanger die zo goed in het hypen van de crowd en zo. En kijk of er een video is, anders komt dat nu. Thank you for coming out in the rain to watch our band play fucking rock and roll. More songs. That's why we keep rocking. This song is about them titties and it's about them stove. That vodka. And verder was Black Sabbath, the headliner. Super awesome. Wat was er nog meer de eerste dag? De eerste dag was Disturbed. En Amaranthe. Amaranthe was ook heel goed. Maar de tweede dag was mijn favoriete dag. Eerste band waar ik naartoe was gegaan was Hailstorm. Hailstorm is awesome. Mrs. Hyde was echt geweldig gespeeld. En ja, dat was gewoon awesome. Daarna ben ik naar voren gelopen, heb ik een uur gewacht. Een uur gewacht zodat ik vooraan kon staan bij Skillet, mijn favoriete band. En dat was zo vet. Dus er kwam een. Ja, ik heb daar geen filmpjes van of zo, omdat ik te druk was met springen en chillen en zo. Maar er kwam dus een cellist op het podium en die ging zijn nummer spelen op zijn cello. En toen opeens kwam de bandleden in de uur van yeah! Dat was zo awesome. Maar ja, verder was Volbeat toch die dag. Slayer was ook fucking awesome. Was er nog coole dingen? Volgens mij was. Wacht. Nee, zondag. En zondag, de laatste dag, was Die Hard is Murder. Echt geniaal. Oh ja, ik was zaterdag ook nog naar Gojira geweest. En dan was ik met zo'n dude waar we helemaal aan het headbangen. Ik kende die dude voor geen meter, maar we gingen gewoon headbangen, armen om elkaar heen. Gewoon dik chill, was awesome. En ja, verder. Als ik nog wat video's heb van andere dingen, dan komen die er dus. Oh ja, ook nog zaterdag. Bullet for my Valentine. Yeah. Awesome. Ik heb een geweldige foto. Die komt er dadelijk al even. En geweldige video's, denk ik. Ik weet niet. Anders laat ik nog wel wat zien. Verder natuurlijk op zondag was Iron Maiden de afsluiter. En er kwamen geweldige bands zoals Die Hard is Murder. En allemaal zo'n dingen. Ik weet niet, ik laat nog wel wat zien. Misschien. Maar ja, dat was dus voor Graspop. Dat was wel echt moe. Zaterdag was ik om 3:30 thuis of zo. Dat was echt ziek. Maar ja. Ik zie jullie zo weer, hè? Deze vogel is echt irritant. Zit de hele tijd te piepen als ik een video zit te uploaden.
gaat hij weer. Ik bedoel, zit op te nemen. En als ik stil ben, dan doet hij niks. Alsof hij weet dat ik iets aan het doen ben. Like, what the fuck? Dus, dat was de video. Spijt me dat die te laat online komt en bladibladibla. Ik deed mijn best, maar het lukte gewoon niet. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Ik heb even genoeg een gewone video gemaakt. En alle video's komen online. Er zijn 7 video's online voor zondag. Ja, je snapt wat ik bedoel. Mijn Minecraft video's komen gewoon. Ik kan echt niet werken. Ik heb slaapproblemen, omdat ik soms echt gewoon 12 uur per dag slaap. En dat komt door mijn medicatie. En daar zijn we niet aan het werken, dus... Sorry. Ik laat een like achter, abonneren en ik zie je in de volgende aflevering.